De Mercedes C-klasse is natuurlijk een enorm succes voor Mercedes. Zelfs de grootste Mercedes-hater die weet er wel wat aardigs over te vertellen. De C63 is natuurlijk een enorm feestnummer. Kan het beter bij de C-klasse? Ja, het kan natuurlijk altijd beter. We zijn vandaag bij Carlsen en hebben de CK63 RS bij ons. 565 pk. Er zit een ander onderstel onder. Allemaal ja, lekkere goodies om van te genieten. Dus dat gaan we maar eens even doen. Ze hebben topauto's, toplandschap, mooie weggetjes om te filmen, lekker weer in de winter. Het is gewoon helemaal fantastisch. Kijk, en terwijl iedereen tegenwoordig zijn uiterste best doet om zo groen mogelijk te praten, om het te hebben over zo groen mogelijke auto's, groen dit, emissie dat, ja, proberen wij bij Autoblog het nog wel een beetje leuk te houden en gaan toch op zoek naar de pretauto's, de leuke auto's, gewoon auto's waar je lol mee kan hebben. En eerlijk is eerlijk, met een 6,3 V8 kan je aanzienlijk meer pret hebben dan met een 1,4 benzinemotortje met een klein elektromotortje erbij om te helpen bij het accelereren. Wij bukken niet voor de groene en wij rapen al helemaal een zeepje niet op. Ja, het is wel even genieten weer vandaag in de Carlsen. CK63 getuned, of zoals zij het zelf liever zeggen, veredeld. Net weer even wat scherper, wat beter, wat harder, wat luider, etc. Het is een beetje als een goede wijnkelder. Hè? Je koopt een topwijn en die leg je bij Carlsen in de wijnkelder een tijdje. En als je hem eruit haalt, dan is het een fantastische wijn. Nou, dat beogen ze ook met hun auto's te doen. Hoewel mijn ervaring met de C63 AMG zich beperkt tot het kijken van het filmpje van Wouter op YouTube. Oh nee, op ABHD. Denk ik toch dat inderdaad AMG bezig is zichzelf opnieuw uit te vinden. En Carlsen doet daar gewoon nog een schepje bovenop. Hij is van 457 pk veredeld naar 565 pk. En van 600 Nm naar 680 Nm. Ja, hoewel er zo ontzettend veel vermogen in zit, laat die auto zich toch weer heel lekker rijden. Het is een heerlijk uitgebalanceerd geheel. Naast het motorvermogen heeft Carlsen ook het onderstel aangepakt. Je kan hem zo hoog, zo laag, zo hard of zo zacht zetten als je zelf wil. En de auto waar wij nu in rijden, die is afgestemd wat voor Carlsen na input van klanten geldt als best geschikt voor alledaags gebruik. Hij is wel goed stug, maar ik zou niet zeggen keihard. Het is niet zo dat de vullingen uit je kiezen trillen. Er zitten 19 inch velgen zitten eronder en ook nog eens een keer iets van 40% lichter dan andersoortige velgen die in deze maat onder zijn auto kan hangen. En dat is weer goed voor de wegligging, want het onafgeveerde gewicht, dat moet, zoals we dat allemaal weten, zo laag mogelijk zijn. Daarnaast is de voor- en de achterspoiler is aangepakt. In het interieur natuurlijk. Hè. Het interieur wordt geheel naar wens van de klant wordt het aangepakt en wat chiquer gemaakt. Ja, een soort discrete metamorfose. Ik moet zeggen, het geheel misstaat het totaal niet op zo'n C63. Verder zijn er nog opties in de vorm van een sperdifferentieel. Die gaat van 40 tot 100%, afhankelijk van wat de klant wil. Ze hebben geloof ik zelfs een sperdifferentieel dat in de rechte lijn 100% is. En op het moment dat je bocht doorgaat en dat ding dus laterale krachten meet, dan gaat hij naar de 40%. 0 tot 100, dat doet hij volgens opgave onder de 4 seconden. Fabrieksopgave 4,5 en ik geloof deze 3,8 of zo. Dus dat is snel. Ah, we gaan even een stukje autobaan doen. De topsnelheid van deze auto is 300 km per uur. En we gaan nu een klein aanzetje maken. We gaan niet 300 doen, want dat is met de zomerbandjes niet verantwoord. De basis C63 kost in dit fantastische land 57.000 euro, ex-BTW, dat wel. En ik heb even de optielijst van wat er op deze auto zit doorlopen. En volgens mij zou deze hier met 20% BTW komen op 100.000 euro. In Nederland komt er nog zoiets bij als BPM en brandstofslurpheffing, extra belasting en de extra pretbelasting en de lolbelasting. En ik heb een mooie autobelasting en dat soort dingen. En dan wordt die wat duurder. Maar bedenk ik me nu opeens, ik heb een helder moment. Op achteraf geïnstalleerde opties betaal je geen BPM. Dus
de Autoblog toptip van deze week. Koop een C63 AMG, zet hem op kenteken en daarna breng je hem naar Carlsen om hem te veredelen. 4 uur rijden, 4 uur heen en 3 uur terug. Ja, er zit 100 pk zit erbij, dus ik mag hopen dat ik dan wel wat eerder thuis ben. Ja, ik vind het een hele prettige auto. Ik denk ook dat het een auto is waar je ja, als bereider ontzettend veel lol mee kan hebben. En ja, geïndividualiseerd zou dat bij moeten dragen aan de feestvreugde. Je moet wel een beetje materialistisch ingesteld zijn, maar ja, dat ben ik. Ik ben volslagen materialistisch ingesteld. En dat gaat er mij niet om dat ik zoveel mogelijk spullen wil hebben, maar het gaat er mij om dat ik, als ik spullen koop, dat het mooi, dat het luxe is, dat het lekker aanvoelt. En ik begrijp absoluut waarom de C63 ja, zo'n enorm verkoopsucces is en waarom iedereen daar over het algemeen heel erg lyrisch over is. Ja, kijk, als Wouter zo'n rijtest zou doen, dan zou ik gaan gummen en gaan roken en gaan slippen. Ja, ik doe het serieus. Gewoon lekker sturen, lekker door de bochtjes en...